Menes de Gracia. En dan zat ik erin te bladeren. En dan zocht ik een artikel over Kim Kardashian's bil. En dan stond het threadlifting ervoor te zorgen dat je zo'n bil kan krijgen. Ik voel me net M&M. I ain't never seen a ass like that. Maar ja, threadlifting wordt eigenlijk meer gebruikt in het gezicht. Zeg maar om het gezicht een beetje strak te krijgen. Ik heb iemand aan de lijn, Rogier Meulenaar. En die gaat me hierover helpen en uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Tijd voor... Vreemde. Rare. Gekke. Leuke. Stoere. Opvallende stories. Van X-File. Voorloper op het gebied van threadlifting, Rogier Meulenaar. Goedemorgen. Goedemorgen, ik word wel heel vrolijk van jou als ik jezelf beluister. Ik ben helemaal vrolijk van dit nieuwtje, want ik denk, gaat me toch echt een stuk te ver. Maar even voor duidelijk in het kort, wat is threadlifting nou precies? Ja, nou, het is een relatief nieuwe methode in het vakgebied waar ik werkzaam ben, hè, de cosmetische geneeskunde. En het zijn eigenlijk huidverjonging met draadjes, om het maar even zo te zeggen. Dus ik denk dat dat het handigste is. En je moet maar eventjes kappen wanneer ik te technisch word, hè? Want ik kan doorratelen met de informatie. Ja, ik begrijp. En... De rode draad in het verhaal is gewoon je zet dus zeg maar draad dus onder je huid om het verslapte huid een beetje recht te trekken. Inderdaad. En dan heb je eigenlijk drie soorten, drie gradaties. Hele kleine draadjes. Nou, die zorgen inderdaad dat de huid wat dikker wordt en dat je bijvoorbeeld bij die rokerslijntjes, lijntjes bij de mond, die zou je daardoor goed mee kunnen behandelen. Oké. Okay. Dan heb je nog een tweede en die gebruik ik eigenlijk het meest op dit moment. Dat is dat heet de barbs. Of ook wordt ook wel eens premium draden worden die genoemd. Ja, dat geeft echt wel hele goede resultaten. De barbs, ik denk meteen een prikkeldraad of zo. Maar daar is het ook al een beetje op geïnspireerd. Er zitten gewoon hele kleine inkervingjes in dat draadje zijn gemaakt, waardoor een soort weerhaakjes ontstaat. Dus niet, je moet dan niet denken aan enorme vishaken die uit die draden komen, maar gewoon hele kleine draadjes. En dan een derde, dat is dan een relatief nieuwe. Dat is de Happy Lift. En een andere variant is de Silhouette Lift. Oh, en die liefde, jongen. Ja, dat gaat echt enorm. Dat is, en er komen... Alleen maar meer lifts en draadjes erbij. Maar even om even weer bij het rechte eind te pakken. Zeg maar, dan staat er zo'n artikel waarbij er gezegd wordt dat threadlifting kan helpen bij het creëren van een Kim Kardashian-bil. Wat is hiervan waar? Kan ik... Als je zegt kan helpen, dan is het altijd waar. Hè? Maar het is een beetje... Ik vond het zelf een beetje misleidend. En ik zat zelf ook nog een beetje te twijfelen, dus ik heb het daar maar ook aan collega's. Heb ik wat gemist? Mm-hmm. En ik heb het ook nog aan leveranciers en zo gevraagd. Voordat ik echt zeg naar het Rijk der Fabelen verwijs. Maar ik denk dat het toch wel zo is. Ik denk dat je Rijk der Fabelen, dat wel waar is. Het is echt, echt heel bijzonder als je met een threadlift een Kim Kardashian wil... Maar dat kan dus niet, of kan het... Ik vind het misleidend. Het is misleidend, dus dat wil zeggen dat het eigenlijk niet kan, maar je kan het wel proberen. Je kunt het wel proberen, maar dan moet je echt... Ik weet hoeveel draden je nodig hebt om een bepaald effect te krijgen. Nou, dan zou het misschien wel in de honderden tot duizenden... Duizenden draden om je kont zoals Kim Kardashian te krijgen. Zou dat ook in haar kont zitten of zit daar iets anders in? Nou, dat weet ik niet. Ik kijk niet zo naar de billen van Kim. Oh, maar ik heb hem geanalyseerd namelijk. En hij ziet er redelijk echt uit. En ik heb hem laten vertellen door vrouw van... Je bent blind! Het is niet zo! Het is nep! Het zit er putjes in Photoshop! Oké, dat zou dan moeten zo. Maar met welke behandeling kun je wel een dikker achterwerk krijgen? Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk één is van implantaten. Okay. En dat is niet echt optimaal, moet ik zeggen. Dan zit je moet gewoon echt meerdere, ik geloof 2 tot 3 weken... Ja. Mag je niet op je billen zitten. En dat heeft echt wel wat voet in haar. Dat is voor de echte diehard die echt, die gewoon een strijkplank hebben en die daar een voorbeeld willen krijgen. De Kim Lookalites, diehard Kim Lookalites. Ja. Nou, en dan heb je nog een andere optie. En
Ja, dat is ook niet helemaal ideaal, moet ik zeggen. Dat, is, dat zou je wel inderdaad met een filler kunnen doen. En dat is de filler macrolane. Oké. En ik wil dat opschrijven hoor, mocht ik mensen ja, moeten ja, inlichten. Goed, ja, het is gewoon een filler. Nee, niet macrolana. Dat lijkt net als pindakaas of zo. Nee, macrolana. Maar goed, in ieder geval, daarmee kan je wel dat doen. Ja. Maar dat zijn ook weer ja, toch effecten. Als je gewoon inderdaad zo voor de vrouwen die zitten te luisteren, die echt een gewoon niet een groot, mooi geweldige beeldpartij hebben. Ja, dat zijn toch om echt van strijkplank naar Kim Kardashian te gaan, dan heb je echt wel heel veel middel nodig. Dus ja, soms is het ook dan even, klinkt een beetje raar van mijn kant, maar dan is het ook zo van ook een beetje accepteren van wat je hebt. Precies, accepteer het of ga 100 draden erin stoppen. Ik weet... Nou, niet 100, echt. We hebben het echt over veel meer draden. Daarom zeg ik ook gewoon heel simpel, ik vind het een beetje misleidend. Ja. Want het punt is ik vind dat eigenlijk ook wel van Grazia, moet ik eerlijk zeggen, vind ik het ook een beetje storend. Want ja, je kan wel alles gewoon overnemen van wat andere mensen zeggen. Maar dat is een van de problemen die wij in deze branche hebben. Is dat er gewoon heel veel mensen maar wat roepen, maar vaak ook niet echt om toch maar wat te verkopen. En dat is, vind ik... En daarom dacht ik, ik bel gewoon een expert, iemand die erover kan vertellen. Voorloper op het gebied van threadlifting van de praktijk voor injectables, de one and only Rogier Meulenaar. Dank je wel voor die uitleg. Ja, tuurlijk, bedankt. Top! Oké. Okay.